Vandaag heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in de strafzaak tegen de man uit Langbroek. De man werd verdacht van brandstichtingen in 2018 en 2019 en een aantal vermogensfeiten, waaronder witwassen en verduistering. De panden in het Gooi, Werkhoven en Wijk bij Duurstede waren of bij de man in gebruik of waren bij hem in aankoop. Volgens de officier van justitie kan het niet anders dan dat de man degene is geweest die de branden heeft aangestoken en deed hij dit om diefstal van geld te verhullen. De man heeft steeds ontkend dat hij degene is geweest die de branden heeft aangestoken. Anders dan de officier van justitie heeft de rechtbank niet de overtuiging dat de man degene is geweest die de branden heeft aangestoken. Er is namelijk geen technisch bewijs dat de man linkt aan de brandstichtingen en er zijn ook geen getuigen. De rechtbank heeft de man voor alle drie de brandstichtingen daarom vrijgesproken. De rechtbank heeft in het vonnis nog opgemerkt dat het erop lijkt alsof het onderzoek zich met name heeft toegespitst op de persoon van de man. En dat mogelijke betrokkenheid van andere personen niet of nauwelijks is onderzocht. De rechtbank acht dat niet in het belang van de waarheidsvinding. De man wordt wel veroordeeld voor de vermogensfeiten, waaronder verduistering en witwassen, en krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet de man een bedrag van €475.000 terugbetalen aan de benaderde partij. Dat is het bedrijf waar de man jarenlang heeft gewerkt en bestuurder was. Omdat de man voor de brandstichting al een tijd in voorarrest heeft gezeten, betekent het vonnis dat de man niet terug hoeft naar de gevangenis.